Nee, aan het einde van de rit sta je met 0 punten, dat lijkt me duidelijk. Alleen ja, met de wedstrijd die je voor tegen Excelsior, waar je een tik krijgt met 6-0 van Excelsior, ja, denk ik dat dit voor ons, in hetgeen wat wij vandaag hebben laten zien in de strijd, in de passie, in de beleving, ja, ben ik daar wel blij mee dat ze dat gedaan hebben. Daar heb ik ze ook een compliment voor gegeven in de speeldersgroep net. En ik moet zeggen, nou, zo'n wedstrijd sluit je toch iets makkelijker af richting de kerstdagen dan wanneer je zo'n wedstrijd als Excelsior hebt gehad. Ja, kan ik me voorstellen. 0 punten, een beloning van 1 of 3 punten had erin gezeten. Ja, niet in de kansen. Ik denk dat we te weinig kansen hebben gecreëerd al voor een afgekeurde goal, wel of niet. Dat weet ik niet precies, maar... Die was wel terecht afgekeurd. Dat was buitenspel, ja. En de tweede helft, die kopbal van Stipe, nou, daar moet je een beetje mazzel mee hebben. Daarna vind ik dat we de laatste 20 minuten hebben een aantal ballen vanaf de flanken en corners. Ja, die brengen we te matig in. Ja goed, dat is dan jammer, weet je, want daar moet je dan in zo'n wedstrijd, ja, moet je ook een keer geluk hebben, maar dan moet wel eerst die bal goed voorkomen en ja, dat hebben we laten liggen, denk ik. Dan wordt er afgefloten, een nederlaag en een klaterend applaus van de tribunes. Ja, maar dat was ook na de wedstrijd uit tegen Cambuur als je dan wint en dan staan hier de supporters staan je op te wachten. En ja, nogmaals, ik heb dat al een aantal keer voor de camera gezegd en ook in interviews van, ja, NAC is een echte volksclub en die mensen die hier komen kijken, die strijden voor NAC en die kopen al jarenlang seizoenkaart, die gaan met passie naar de club NAC toe. Ja, als ze dan dit terugkrijgen van de spelers, ja, dan is dat een wisselwerking. En ik vind ook, ik heb het net tegen de jongens verteld, ik zei, dit is ook minimaal datgene wat je elke wedstrijd moet brengen. Dus je kunt dit wel, dus het mag niet meer zo zijn dat je daaronder gaat zitten. Want tegen Excelsior was het gewoon, ja, dramatisch. Ja, gevolg crisisberaad, paniek in Breda. Als dit nu de toon is, de norm is voor de tweede seizoenshelft, dan is het misschien allemaal niet toch nog zo negatief als dat we misschien al een paar dagen, een paar weken denken. Nee, maar goed, dat begint het wel mee. Het begint met de strijd en de passie en de absolute wil om te winnen. En dat was deze wedstrijd was al aanwezig, maar dat mag dat niet zomaar een eendagsvlieg zijn. Dat moet elke week op het veld gebracht worden. Maar daarvoor heb je wel een paar sterkhouders nodig in je kleedkamer. Tijdens de trainingen, in de wedstrijden, datgene wat om het veld heen gebeurt. Maar goed, en daar hebben we maar een enkeling van. Hè. Jelle Trouwelaar is daar een jongen van, Erik Valkenburg. Goed, nog een aantal jongens, maar er moeten een paar jongens bij zijn die dat continu controleren. En ja, daar moeten wij keihard naar op zoek. En als de jongens komen, nogmaals, daar ben ik ervan overtuigd, ja, dat wij een prima, frisse tweede helft gaan draaien van deze competitie. Ja, wat gaat er de winterstop allemaal gebeuren? Ja, we gaan eerst, ik hoorde net van Fred Rutte, die ging kalkoen eten, dan ben ik niet zo'n kalkoenman, maar we gaan eerst maar eens een paar dagen even het gas eraf en even bijtanken, maar er moet wel wat gebeuren. Dus ik hoop ook dat wij vanaf het trainingskamp een aantal jongens mee kunnen nemen, ja, die ook een echte toegevoegde waarde zijn voor de tweede helft van de competitie. Ja, ik hoor de naam Dirk Marcellus vallen. Hoe reëel is dat hij komt? Ja, hoe reëel dat is, dat weet ik niet, maar Dirk zal natuurlijk meer dan een welkom versterking zijn voor de club NAC op dit moment als centrale verdediger. En, ja, dat is een jongen die weet ook wat het inhoudt om elke dag op het veld te staan en betaald voetballer te zijn. En, nogmaals, die hebben wij nu ook al. Alleen het versterkt wel als zo'n jongen met ervaring erbij komt, ja, dat even iets extra's is naar de jonge jongens toe. Het is winterstop, vakantie. Ja, als ik eerlijk ben ik er aan toe ook.